Erben Wennemars. Ja. Dat vliegtuig dat heet dus City of Calgary en daarmee gaan wij naar Zuid-Korea. Maar welke mooie herinneringen heb jij aan Calgary? Calgary, alleen maar positief. Dat is natuurlijk mijn eerste herinnering. Dat ik als kleine jongen op de bank zat thuis in mijn pyjamaatje en dat ik dan Yvonne van Gennep 3 keer een Olympisch gouden medaille zou winnen. En daarna heb ik zelf heel vaak geschaatst. En altijd fijn. Calgary is altijd fijn om te komen. En dat is dus een goed teken dat wij met Calgary naar Pyeongchang vliegen. Maar wij gaan dus nu naar Pyeongchang. Ja. En daar gaan we ook herinneringen maken. Ja. Naar welke herinnering kijk jij nou het meeste uit? Dat is allemaal heel mooi. Kijk, het is allemaal van tevoren. Dan denk je erover na. En dan denk je altijd van, ja, het Sven Kramer, de 10 kilometer. Ja, maar het is te makkelijk. Dat is makkelijk. Dat is het mooie van de Spelen. Er gebeurt altijd iets wat je eigenlijk niet verwacht. Dus je wilt dromen. En dan nog gekker. En dat gebeurt er. En ik weet het al. Maar het mooie is, jij bent meestal al enthousiast, maar nu ben je super enthousiast. Ja. Wat ga ik meemaken, mijn eerste Spelen? Ik ga je overal meenemen. Dus ik ga jou laten zien wat het is om een Olympier te zijn. Jij hebt zometeen ook, hè? Jij bent ook een Olympier. Jij bent zometeen, want ook voor de media en vooral voor de sportpers, is de Olympische Spelen het hoogst haalbaar. Dit is ook gewoon Champions League voor jou. Dit is gewoon, dus je krijgt zometeen ook een accreditatie, die moet je met je leven bewaken. Dit is gewoon, en die ga je laten meenemen naar huis en die ga je ophangen thuis. Dat wordt echt heel leuk. Champions League. Oh, wat blij dat ik een keer mee kan spelen. Ja. Toch één vraag. Ja. Later, als jij opa bent en je kleinkind komt naar je toe en die zegt, opa, vertel nog eens een keer over Pyeongchang. Ja. Wat wil je dan aan hem of haar vertellen? Nou, dat was heel, heel bijzonder, kleine jongen, zeg ik dan. Want ik was erbij. Toen we in het Hol van de Leeuw, wij allemaal maar dachten aan dat lange baan schaatsen. Maar in Korea is het shorttrekken. En dat daar Shinky Knecht uit Bantega, Shinky Knecht uit Bantega, daar gewoon 4 gouden medailles ophaalde. Oh. Dat zou toch wel mooi zijn. Opa Wennemars, ik hoop dat het allemaal waar wordt. Ja. We moeten vliegtuig in.